U heeft net zojuist de schapen uitgelaten. Doe je dat vaker? Ja, ja, ik laat eigenlijk iedere dag de schapen uit. Ja, ja, zo grappig. Ja. Ik laat mijn honden ook uit, maar mijn schaapjes laat ik ook uit. Maar niet iedere dag. Dan heb ik, op een moment heb ik ze ergens staan en dan blijven ze daar 2 weken. Ja. Hoeveel schapen heb je in totaal? De Almeloze met een hele vette knipoog stadskudde bestaat uit 6 ooien en op dit moment 7 lammeren. En dan heb ik nog 2 rammetjes ergens lopen. Je hebt 6 ooien en 7 lammeren? Ja. Was er eentje met een tweeling bij? 2 met een tweeling zelfs. En eentje had geen lammeren. Oh. Ja, ja. Ze komen in alle soorten en maten. Ik denk dat ik zo'n beetje 3 à 4 jaar nu met deze hobby bezig ben. Hobby? Hobby, ja. Ja, je verdient daar niks mee. Nee hoor, dit is voor liefdewerk. Ze komen nu net uit de tuinstraat, uit het centrum. Hebben de lammetjes met schapen gelopen. En als ik zie hoeveel plezier ik de mensen doe, dan dat is mijn verdienste. Dit is langs de A, de kleine riviertje, de mooie rivier A, die door Almelo stroomt. En daar komt steeds meer de exoot, de Japanse duizendknoop, opzetten. En dat is een plantje, die wil je eigenlijk niet in Nederland hebben. Wat ik nu probeer, schaapjes erop. Kijken of die de jonge scheuten wegeten. En dan moet je ze misschien na 3 maanden nog een keer terugkomen. En dan misschien nog een keer terugkomen. Dat je ze eigenlijk, ja, je eet ze dood. Ze groeien zich dan dood. Nou, dat probeer ik hier eens eventjes in beeld te brengen of dat lukt. Nou, ja. Want alleen maar maaien, dat zie je, dat doet het waterschap hier. Dat helpt niks. Nee. Want dan komen ze net zo vrolijk weer terug. Zwarte kleur verdwijnt. Een Hurdwick wordt zwart geboren. Ja. En dan langzamerhand worden ze wat rossig. En dan worden ze veranderen ze in langzaam grijs. Krijg een grijze wol. De wol was vroeger nog een... als je het scheren betaald kreeg met de wol, of het leverde zelfs nog wat op, was mooi. Maar ja, wie heeft er nu nog een wollen trui aan? Wie heeft er nog wollen sokken? Wol ondergoed? Ja, mijn grootvader had dat nog aan, maar nu niet meer. Wol is het zelfs zo dat het helemaal niks meer oplevert. De schaaphouders moeten zelfs betalen voor de wol. Om het af te leveren. Ja, en eventueel schapenkaas? Ja, maar dan moet je wel melkschapen hebben. En dit zijn geen melkschapen. Deze leveren net zoveel melk dat het lam groot kan worden. Want dit zijn heideschapen. Die kunnen van schraal spullen leven. Maar dat betekent ook dat ze niet veel melk geven. Maar net voldoende om de lammeren groot te brengen. Is dit een bepaald ras? Ja, dit is. Ik heb hier een kruising Bentheimer keer Hurdwick. En ik heb er een Hurdwick ram opgezet. Een Hurdwick is een ras dat komt van oorsprong uit Engeland. Uit het Lake District. En eigenlijk, als je in het Lake District op vakantie zou gaan, als het weer mag, nou, dat zou mooi zijn, dan zie je daar alleen maar Hurdwicks lopen. Dat is het ras wat daar alleen maar gehouden mag worden. Dit is mijn hobby in Almelo. En verder ben ik nog schaapherder voor Landschap Overijssel. En daar loop ik dan met 200-300 schapen op de Archemerberg en Lemelenberg. 1 keer per week mag ik dat doen. Ja. En dat is mooi werk.